Laura, een leuke teampresentatie. Je bent nieuw bij het SBA Bike Team. Je komt uit de omgeving van Den Helder. Vertel heel vlug even hoe dat je hier terecht komt. Vorig jaar heb ik op eigen initiatief, eigenlijk zonder team, wedstrijden gefietst. Ik miste eigenlijk het teamgevoel heel erg. Ik heb daarvoor aan twee andere teams gezeten. Maar dat was altijd wel. Het samengevoel is altijd wel heel erg fijn. Dus ja, eigenlijk heb ik toen hetzelfde team benaderd. Want ik dacht dat past bij mijn ambities. En ze zeggen ook heel plezier staat heel erg voorop. Nou, dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ik heb eigenlijk weer benaderd. En het klikt eigenlijk heel goed. Dus zodoende ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. Ja, inmiddels is het een beetje uit de klauwen gelopen. Ben jij lid van het SBA Bike Team? Je hebt al een trainingskamp achter de rug. Hoe was jouw ervaring met vooral Laura en Lizzie op het trainingskamp? Dat klinkt heel erg goed. Lizzie is iets jonger, maar wel van mijn leeftijd. Dat klinkt gewoon heel erg goed. Daar heb ik mee op de kamer geslapen. En Laura heeft heel veel ervaring. Dat ken ik al heel goed uit de wereld. En daar kan ik heel veel van leren. Dus dat zou heel erg fijn zijn als ik daar wat van over kan nemen. Het trainingskamp is verder goed verlopen voor jou? Ja, ik ben eigenlijk later aangesloten, want ik heb zelf nog eerst in Lanzarote heb ik getraind. Okay. En dus ik ben halverwege gekomen, toen heb ik nog halverwege meegetraind. Ja, het was heel fijn, leuk mountainbiken, ja, leuk met het team, maar zeker. Op Lanzarote heb jij met racefiets getraind? Ja. Waarschijnlijk? Ja, in mijn eentje ook. Leuk eiland, kan je eigen daar helemaal laten gaan op de racefiets, ik spreek uit ervaring. Ja. Jouw eerste doel voor dit seizoen? Eerste doel is eigenlijk... De eerste Benelux competitiewedstrijd staat over een maandje op het programma. En daar hoop ik al gewoon te kunnen kijken wat mijn vorm een beetje is. Dus ik hoop dat ik dan goed kan presteren. Dat is eigenlijk het eerste doel voor dit seizoen. Verder ambities? Voor mij echt het Nederlands kampioenschap. En ik wil ook wat meer in Duitsland wedstrijden rijden. Ook echt voor de extra techniek en de buitenlandervaring. En ik hoop daar dan toch het niveau nog een stukje hoger te kunnen maken voor mezelf. Jullie hebben een mooi team. Voor nu succes in dit nieuwe seizoen. En wij komen jou in ieder geval tegen Nieuwkerk. Ja, dank u wel.